We komen nu bij de video die de mooiste titel heeft van allemaal: de maakbare samenleving. Dat is namelijk een ideaal waar ik ook heel erg in geloof. En wat dat is, daar zullen we in deze video eens naar gaan kijken. En daarvoor starten we weer bij die roomsrode regeringen die Nederland leidden in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. En dat waren dus regeringen waarbij er dus aan de ene kant de Roomse Katholieke Volkspartij zat. En aan de andere kant ook altijd uh, de rode sociaal-democratische partij van de arbeid. Hè? Nou ja, en die regeringen, waar die kern dus bestaat uit die KVP en die PvdA... Die, die geloven dus ook heel erg in dat idee van die maakbare samenleving. Ja, wat is dat dan? Ja, eigenlijk uh, staat het hier al een beetje. Het is het idee dat een samenleving gemaakt kan worden. Hè? Dat je die dus kunt aanpassen, kunt veranderen. En vooral ook het idee dat de overheid daar een heel belangrijke rol in heeft. Hè? Die oefent heel veel invloed uit op de samenleving... ...om die te veranderen. Nou, het ideaal van die Rooms-Rode regering... ...dat was dat er uh, ja, meer economische gelijkheid kwam in Nederland. Hè. Dus dat de verschillen tussen rijk en arm wat kleiner zouden worden. Hè. Hier zien we een heel groot verschil. Maar ze probeerden dus ervoor te zorgen dat er ja, meer gelijkheid kwam. Dat, dat de armen bijvoorbeeld ook wat meer gingen verdienen. Dat die wat uh, verheft werden. Ja, en zoiets kan die overheid natuurlijk nooit in haar eentje. Zeker niet in Nederland, waarin, uh, een land waarin iedereen een mening ergens over moet hebben, vinden ze. En daarom trekt die regering dan ook heel sterk op samen met sociale partners. Daar overleggen ze heel veel mee en dergelijke. En wie zijn dat dan, de sociale partners? Nou, dat zijn vertegenwoordigers van aan de ene kant uh, de werkgevers, hè, de mensen die dus uh, de fabrieken en de bedrijven en alles hebben en dus mensen aan het werk brengen. En de andere kant uh, vertegenwoordigers van uh, de werknemers, hè, de mensen die dus in die bedrijven werken. En dat zijn dus uh, ja, vaak de vakbonden. Nou, zoals we in de vorige video ook al zagen, was er in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw sprake van economische groei en toenemende industrialisatie. Ja, en dat zorgde weer voor een toenemende welvaart in Nederland. En juist doordat de welvaart toenam, doordat er meer geld beschikbaar was, kon die regering samen met sociale partners ook werk gaan maken van de zogenaamde verzorgingsstaat. En dat is dus een staat waarbij de overheid de welvaart en het welzijn van de burgers garandeert. Dus het gaat verder dan dat een staat alleen zegt, hé hey, we zorgen dat je veilig bent, dat we je beschermen. Nee, we gaan ook echt ervoor zorgen dat je goed kunt leven. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat ze gaan investeren in de gezondheidszorg. Hè? Dat wordt een soort basisrecht. En ook in het onderwijs. Iedereen moet goed onderwijs kunnen volgen. Ja, maar iedereen moet ook wel kunnen werken en aan de baan worden geholpen. Dus er moet ook voor de werkgelegenheid gezorgd worden. En als je op de een of andere manier ja, tussen wal en schip valt en uitvalt, ja, dan is er een stelsel van sociale zekerheid. Hè. Dan krijg je een uitkering voor als het even tegen zit, voor als je jezelf niet in je inkomen kunt voorzien. Ja, dit past dus ook heel sterk bij dat ideaal van die maakbare samenleving en bij dat ideaal om de verschillen tussen arm en rijk wat kleiner te maken, om voor meer economische gelijkheid te zorgen. Want je zorgt ervoor dat je de zwakkeren wat kunt steunen. En een uh, belangrijk voorbeeld van uh, de verzorgingsstaten, van wetgeving die door de regering wordt uitgevaardigd, is uh, de Algemene Ouderdomswet, de AOE, die in 1957 wordt ingevoerd. En dat woordje ouderdom dat slaat op mensen van boven de 65 jaar op dat moment. Iedere Nederlandse burger van 65 jaar en ouder die krijgt voortaan een uitkering vanuit de Nederlandse overheid. Dus als die Nederlanders met pensioen gaan, ja, dan krijgen ze natuurlijk geen inkomen meer uit, uh, uit hun werk, want daar stoppen ze mee. En de staat, ja, die vangt dat dus eigenlijk op. Hè. Iedere Nederlander die betaalt belasting en vanuit die belastinginkomsten wordt ervoor gezorgd dat uh, in dit geval de zwakkere groep, om het zo maar tussen aanhalingstekens te, uh, te zeggen, van 65 jaar en ouder met pensioen kan en toch een inkomen heeft om goed door te kunnen leven. Ja, en die AOW is maar één voorbeeld van sociale wetgeving die wordt ingevoerd. Er volgt na die AOW nog veel meer. Dat stelsel van sociale zekerheid wordt steeds verder uitgebreid.